Oké, deze vierde video in de serie over arbeid en energie gaat over de wet van behoud van energie. Dus er komen arbeid, potentiële en kinetische energie natuurlijk allemaal ruim weer terug. Oké, we gaan op opgave 16. Mira gooit een steentje vanaf een hoogte van 1,5 meter recht omhoog met een snelheid van 10 meter per seconde. De luchtweerstand wordt verwaarloosd. Toon aan dat de maximale hoogte van een steentje ten opzichte van de grond gelijk is aan 6,6 meter als je de luchtweerstand verwaarloosd. Nou, dan moet je even kijken. Dus de hoeveelheid energie aan voor het gooien is gelijk aan de hoeveelheid energie na het gooien. En die bestaat uit bewegingsenergie vooraf, want hij heeft de snelheid en een bepaalde hoogte. En op het hoogste punt heeft hij natuurlijk ook hoogteenergie, maar geen bewegingsenergie meer, omdat hij stilstaat. Dus die halve V bij B die is er daarom niet. Nou, wat je ziet is dat hier M staat, maal, en hier staat M maal, en hier staat M maal, dus dat mag je allemaal wegstrepen. Dan hou je over half V op moment A in het kwadraat, plus G maal hoogte van A in het kwadraat is gelijk aan G maal de hoogte van B, die hoogte is niet in het kwadraat. Oké, ga je invullen, 10 meter per seconde, snelheid op A, 1,5 meter voor de hoogte van A, 9,81 is G. Oké, dan hou je, is alles dus ingevuld behalve HB. Hier is dat deze formule, hier is die ingevuld. Half maal 10 in het kwadraat plus 9,81 maal 1,5 is 9,81 maal H op moment B. Ga je dit allemaal met elkaar vermenigvuldigen en die deel je dan de 9,81 en dan vind je 6,6 meter. En dat moesten we volgens mij aantonen. Even kijken, ja, even terug naar de opgave. Is dat goed? Ja, toon aan dat het 6,6 meter is. Oké, Mira weet zeker dat de snelheid van het steentje op 10 meter per seconde is als het steentje weer terug is op 1,5 meter hoog te leggen, omdat ze gelijk heeft. Ja, dat is gewoon symmetrisch. Hè? Je hebt alleen maar hoogteenergie en kinetische energie. Dus als je zeg maar de film terug zou draaien en je gaat van het hoogste punt weer terugdraaien naar het laatste punt, ja, dan kom je de periode die 6,6 meter uit. Hè? Nou, het is alleen maar zo omdat er geen luchtweerstand niet meespeelt. Als hij wel gaat meespelen, dan wordt het anders. Goed, het steentje bereikt in werkelijkheid een hoogte van slechts 4,3 meter. De luchtweerstand mag je dus niet verwaarlozen. Leg uit dat je met behulp van behoud van energie de maximale hoogte kleiner is als je de luchtweerstand niet mag verwaarlozen. Nou, deze hele formule die hier staat, half een V-kwadraat bij A plus mgh plus A is mgh plus van B, hoogte van B. Plus warmteverlies onderweg. Ja, dus als alles hetzelfde blijft bij A, en dat is zo, hier bij B blijft niet alles hetzelfde, want je hebt hier niet alleen zwaarteenergie, maar ook energieverlies, dan is dus deze energievorm is kleiner, en dat kan alleen maar omdat de hoogte kleiner is. Nou, hier staat het in feite ook uitgeschreven. Oké, dan gaan we naar 17, dat gaat over hoogspringen. In figuur 8.24 A en B zie je twee manieren om met een aanloop over een lat te springen. In beide gevallen komt Loes met dezelfde snelheid aanlopen. Ook de afzet is in beide gevallen gelijk. En met beide sprongen heeft Loes dezelfde snelheid als ze de lat passeert. Toch zal Loes met sprong B over een hoger liggende lat kunnen springen dan bij sprong A. Leg uit omdat het zo is. Oké, nou, wat het geval is van je komt met een bepaalde snelheid aanlopen hier en een bepaalde snelheid hierop. En die zet je om, deels in een hoogteenergie. Of die zet je om in hoogteenergie. En dat is natuurlijk voor allebei hetzelfde, maar alleen voor je massamiddelpunt. En dus je massamiddelpunt zal hier op het hoogste punt even hoog zijn dan hier op het hoogste punt. Nou, wat is nou de slimmigheid hier? Het massamiddelpunt bij A moet hoger zijn dan de lat om er overheen te kunnen. Maar omdat je slim, omdat je gewoon even min of meer recht overeind staat, hè? Maar omdat je zo raar krom te buigen, gaat je massapunt onder deze lat door, die is hoger dan daar. En maar zelf ga je eroverheen. Ja. Dus als je deze lat hier zou tekenen, dan zou die ergens hier liggen. En in beide gevallen gaat het massamiddelpunt eroverheen. Maar bij deze is nog eens een keer bijzonder. Hij gaat wel onder die tweede lat hier door. Maar zelf ga je er toch overheen. Omdat het massamiddelpunt onder die lat blijft, zodat je zo raar gekromd bent. Dat heet de Flossberry Flop, dat is ooit eens een keer geïntroduceerd door een ene manier Flossberry. Hij was daar de eerste mee en dat deed hij volgens mij op de Olympische Spelen. En iedereen was verraasd en hij had gewonnen. En later ging iedereen dat natuurlijk zo doen. Maar ja, toen had hij de gouden medaille al binnen natuurlijk. Dus dat was heel slim van hem. Oké, je ziet hier dat een stukje van de tekst is weggevallen. Nou, dat is niet zo erg, dan lees ik hem wel even voor. Je schiet in een waterraket onder een bepaalde hoek met de horizon weg. De beginsnelheid is 18,2 meter per seconde. In het hoogste punt is de horizontale snelheid van de raket 6,1 meter per seconde. De luchtweerstand wordt verwaarloosd. Berekende maximale hoogte van de raket.
Oké, de energie bij A dus, is gelijk aan de energie bij B natuurlijk. Oh, sorry, dat is hier ook zo. Hier staat hij op de grond en hier is het hoogste punt. Oké. Op het laagste punt heeft hij alleen maar kinetische energie, half een V-kwadraat. Hoogste punt heeft hij ook zwaarte energie of hoogte energie of potentiële energie, MGHB en kinetische energie, half een V-kwadraat van B. Oké, hier mag je ook weer al die M'en wegstrepen, net als bij de vorige opdracht. Dus hou je half A-kwadraat, half maal de snelheid in het kwadraat bij A is de gravitatieconstante maal de hoogte bij, plus half maal de snelheid van B in het kwadraat. Oké, nou weet, dat weet je eigenlijk allemaal, behalve de hoogte van B, dus dat ga je allemaal netjes invullen. 18,2 meter per seconde, 9,81 is de gravitatieversnelling. Versnelling op punt B is 6,1. Oké, die andere is van A, ingevuld. Alleen HB is niet ingevuld. Nou, wat moet je dan doen? Deze uitrekenen, die haal je van elkaar af. Die deel je dan deze 9,81, dan heb je hem 15 meter. Oké, gaan we naar opdracht 19. Bij keitje-ketsen gooi je een plat steentje zodanig op het water dat het een paar keer op het wateroppervlak stuit is voordat het zinkt. Oké, hier raakt het water, hier raakt het water, hier raakt het water. Nog een keertje. De baan van het steentje is met een stippellijn aangegeven. K1, 2 en 3 zijn plaatsen waar het steentje het wateroppervlak raakt. De massa van het steentje is 32 gram en de luchtweerstand wordt verwaarloosd. In figuur 8,26 zijn de kinetische en de zwaarte-energie van het steentje als functie van de verplaatsing in de horizontale richting uitgezet. Je ziet enkel de waarden bij de baan van het steentje boven water. Oké, dus dit is de kinetische energie, dat is de rode. En dit is de zwaarte-energie, dat is de zwarte. Oké, en die variëren natuurlijk allebei. En je kan ook zien dat de totale energie afneemt als je verder in de tijd komt. En als je die bij elkaar optelt, dat is natuurlijk veel meer dan dat het hier is. Energie gaat natuurlijk verloren bij het stuiteren en door de luchtweerstand. Oké. Bereken de snelheid waarmee het steentje bij K1 het water raakt. Oké, dan doe je het met half een V-kwadraat. De massa is 32 gram, ofwel 0,023 kilogram. De kinetische energie is 1,42 joule. Die kun je aflezen hier bij K1. Dan ga je omhoog bij K1 zo. En daar is die 1,42 joule. Dat is de kinetische energie. Kun je die vul je in het formuletje in. Hou je alleen de snelheid over. Deze uitrekenen. Deze gedeeld door deze. Krijg je getal. Tik je de wortel uit. 9,42 ofwel 9,4 meter per seconde. Oké, B. Leg met behulp van 8,26 uit. Dat blijkt. Hoe dat blijkt? Oké. En moet ik even denken hoe wat blijkt. Dan moet ik over de lens in de boven natuurlijk even lezen. Dat is deze. De luchtweerstand heeft geen merkbare invloed op de beweging van het steentje gehad. Oké, leg uit hoe dat blijkt. Oké, als de luchtweerstand geen merkbare invloed heeft op het steentje, dan is de som van de kinetische energie en de zwaarte-energie op elk moment gelijk. Oké, dan kun je dan vlak voor en vlak na het steentje bepalen. Hoe totaal steentje op de plaats 0, dat is hier, is deze waarde plus die waarde. En als je die afleest, dat is 1,22 en 0,20. Dus bij elkaar zit 1,42. Oké, bij het tweede punt is deze kinetische energie 1,42 en de zwaarte-energie is 0. Dus samen ook 1,42. Ja, dan moet inderdaad de luchtweerstand geen invloed hebben gehad. Oké. Niks tegen te brengen lijkt me. C. Bepaal hoeveel energie het steentje verliest bij de eerste botsing met het water. Dat is dus bij K2. Dan moet je natuurlijk deze waardes hier aflezen. Zwaarte energie is natuurlijk 0, want het is op het water. De hoofdenergie is 0,36 joule. Oké, het was 1,42 joule. 0,36 joule eraf is dan het verlies. 1,06 joule. Dat is best wel veel. Dat is bijna driekwart van wat je had. Oké, bepaal de maximale hoogte van het steentje tussen K1 en K2 uitgedrukt in meters. Dat doe je de maximale hoogte is het moment dat de zwaarte-energie maximaal is. Dat is dus hier. Tussen K1 en K2 is dat hier. En die waarde die kun je dan natuurlijk aflezen. Die is 0,15 joule. Oké? Die vul je dan in EZ is MLG maal H. 0,15 joule is 0,023 kilogram. G is 9,81. H blijft dan over. Hier is het allemaal netjes ingevuld. 0,15 gedeeld door deze en 0,15 gedeeld door deze geeft dan H. En dat is 0,477 meter, oftewel 48 centimeter.
moest in centimeter worden uitgedrukt. Meestal is meten, maar deze keer even niet. Oké, gaan we naar opdracht 20. In attractiepark Dreamworld in Australië staat de Tower of Terror, 7 uur 827, dus een duidelijk achtbaanachtig iets, zeg maar. In figuur 8.28 staat het VT-diagram, snelheid, het is de tijd, sorry, dit is de snelheid, ja, is seconde, is meter per seconde. Oké, vanaf het vertrek in A, dus vanaf daar, dat is hier dus, A is daar en A is daar. Oké, bepaal de resulterende kracht tijdens het versnellen, gebruik daar de wet van arbeid en kinetische energie. Oké, de kinetische energie is halve W-kwadraat aan het eind minder halve W-kwadraat in het begin. Nou, in het begin is het nogal makkelijk, die is 0. En aan het eind kun je hem aflezen, die is 46. Oké, dan vul je hem in. Half maal de massa maal 46 in het kwadraat min 0. Oké, die massa is 6,2 maal 10 tot, wat was het ook weer, derde kilogram. Maal die 46 in het kwadraat, nou, die vind je dan 6,559 maal 10 tot de zesde joule. Oké, tijdens het plaatsen, oppervlak, oké, dat is leuk, maar we moeten ook de kracht uitrekenen. Nou, de kinetische energieverschil is natuurlijk gelijk aan de arbeidsverschil. En die is verricht volgens mij door de zwaartekracht. Welke zou het anders moeten zijn? Goed, de verplaatsing kun je uit een VT-diagram aflezen als een driehoek hier. Hè? En nou, de basis is 6 en, sorry, die is 7 en bij iets van 45, 46. 46 hadden we net afgerekend. Oké, half maal 7 maal 46 is 161 meter. Oké, de arbeid, die weten we, dat is deze waarde. Die komt dus hier. S, die weten we ook, die is 161 meter. Sorry, die komt hier. Die energie. En de kracht is dan die energie delen door die afstand. Hier is dat gedaan. Die wordt uitgerekend. 4,0, 7, 3, 10 tot de 4 newton. Deze waarde delen door deze waarde. Oké, gaan we naar B. Toon, na het horizontale gedeelte komt de kar in een verticale bocht en gaat vervolgens loodrecht omhoog. Oké, dat zie je hier gebeuren. Tijdens de beweging loodrecht omhoog wordt de luchtweerstand verwaarloosd. Dat blijkt uit het VT-diagram. Toon aan dat op de kar tussen de punten D, C en D uitsluitend de zwaartekracht werkt. Als dat zo is, dan moet de vertraging die hier plaatsvindt, die moet gelijk zijn aan G, 9,81 meter per seconde. Is die anders, dan werken er dus andere krachten mee. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we het tijdsverschil bepalen en het snelheidsverschil. Dat doen we uit de grafiek. 15,3 min 11,2. Even kijken. En dat zijn de tijden. 15,3 is hier natuurlijk en 11,2 dat is deze. Dus dit is C en dat is D, hè? Hier, dit is de kinderbocht. Oké, dus. En dan gaan we dit verschil gaan we ook bepalen. Nou, dat is dus 40 vanaf hier en hier is het 0. Deelt op elkaar 9,5 centimeter kwadraat. Nou, dat is 9,8 meter per seconde in het kwadraat. Hier moet een kwadraatje bij, dus dat klopt wel. De kar bereikt een hoogte van 108 meter. Hieruit volgt ook dat de warmte die in de bocht door wrijvingskracht ontstaat verwaarloosd is. Laat dat zien met behulp van de wet van Mouwt van energie. Oké, dit is de situatie vlak voor de bocht, en dit is de situatie in het hoogste punt, A en B noemen we die. Hier heb je alleen maar, op dit punt heb je alleen maar bewegingsenergie, half een V-kwadraat. En op het hoogste punt heb je dus hoogteenergie, MLGH plus eventueel Q. Nou goed, gaan we die half een V-kwadraat in die MGH gaan we uitrekenen. Half een V-kwadraat is half maal 6,2 tot de derde kilogram, dat is de massa maal 46, dat is de snelheid in het kwadraat. Oké. De hoogte in B is massa maal G maal H, 6,2 maal 10 tot de derde maal 9,81 maal 108 meter. Oké, als je dat dan Q wilt, dan is dat die min die. En dan blijkt er min 9 maal 10 tot de zesde of zoiets joule te zijn. Oké, en dat is maar een heel klein percentage van wat de totale energie was. 6,5 maal 10 tot de zesde joule. Dus het is verwaarloosbaar. Dit is dus 9,2 maal 10 tot de derde joule. En dat is dus klein vergeleken bij 6,56 maal 10 tot de zesde joule. Kun je inderdaad uitrekenen wat dat is. Hier zeggen we zegt, oké, doen we even op elkaar delen. Dan zie je inderdaad dat het inderdaad 0,1% is. Reken het maar na deze delen door die en dan wel 100% krijg je 0,1% ongeveer. Dus dat is inderdaad verwaarloosbaar klein. Dat klopt dus. Oké, dat was het voor hoofdstuk 8.